goede voeding draagt bij aan de behandeling. Het zorgt voor een betere conditie, herstel van wonden, het verbeteren van de kwaliteit van leven en een kortere opnameduur in het ziekenhuis. Daarom besteden de ziekenhuizen in Nederland veel aandacht aan de voeding. Ziek zijn en een opname in het ziekenhuis kunnen ervoor zorgen dat u minder eetlust heeft en daardoor minder eet dan u nodig heeft. Daarbij heeft uw lichaam meer voeding nodig door het ziek zijn en kan het zijn dat u ook meer verliezen heeft door bijvoorbeeld wonden of diarree. U kunt dan onbedoeld afvallen. Hierbij verliest u dan vooral spieren in plaats van vet. Dit gebeurt bij iedereen, ook bij mensen met overgewicht. Daardoor raakt u in een slechtere conditie. Dit zorgt voor een minder goede reactie op de behandeling, slechtere wondgenezing, meer kans op infecties en kan ervoor zorgen dat u langzamer herstelt en daardoor langer in het ziekenhuis moet blijven. Eiwitten zijn de bouwstoffen voor het lichaam. Deze bouwstoffen zijn onder andere nodig voor uw spieren en organen. Ze zijn ook nodig bij wondgenezing en herstel. Wanneer u onbedoeld gewicht bent verloren of moet herstellen van ziekte of operatie, heeft u meer eiwitten nodig dan normaal. Als u te weinig eiwitten eet, gaat uw conditie achteruit en het herstel moeizamer. Met name dierlijke voedingsmiddelen bevatten veel eiwitten. Ze komen voor in vlees, vis, kip, ei, melk, kwark en kaas, maar bijvoorbeeld ook in noten en peulvruchten. U krijgt een eiwit- en energieverrijk dieet aangeboden. Dit betekent dat de hoofdmaaltijden extra veel eiwitten en energie bevatten. Daarnaast kunt u 3 keer per dag een snack bestellen via het computerscherm die u tussen de 3 hoofdmaaltijden door kunt eten. Zo heeft u dan 6 momenten op de dag waarop u iets kunt eten. Misschien lijken sommige van de aangeboden snacks, zoals een milkshake, gehaktballetjes en pinda's, ongezond. Maar ze bevatten veel eiwitten en dragen daarom bij aan een beter herstel. Bent u geen grote eter? Wees dan een slimme kiezer. Zorg dat uw voeding eiwitrijk is. Kies in plaats van water, koffie of thee een glas melk of karnemelk. En neem in plaats van een boterham met jam, een boterham met margarine en dubbele plakken kaas of vleesbeleg. Wanneer het nodig is, komt de diëtist bij u langs en geeft u advies op maat. Als het met gewone voedingsmiddelen niet lukt om voldoende binnen te krijgen, kan de diëtist bijvoorbeeld drinkvoeding of zondevoeding adviseren. Naast het eten van voldoende eiwitten is het voor uw spieren en conditie ook belangrijk om binnen uw mogelijkheden zoveel mogelijk in beweging te blijven. Kortom, met de juiste voeding kunt u hap voor hap meewerken aan een zo goed mogelijke conditie en een beter herstel.